Oorlog, energiewinning en energiegebruik in Nederland. In 1959 ontdekten we per ongeluk aardgas bij Slochteren. We waren er niet blij mee. Het is 1959. Twee aapjes maken een ruimtereis. De Nederlandse Corine Roodschever wordt Miss World. We verwelkomen het 500.000ste tv-toestel. Nee, het is echt. Ja, en daar ziet ze zelf ook. Oh, hoe is het toch mogelijk? In Wormer ontstaat vanzelf een groot gat in de grond. En in Slochteren wordt een gat gemaakt. Er komt aardgas uit. Maar aardgas was altijd een vervelend bijproduct. Toch hangt er in Groningen iets in de lucht. Ieders bestaan zal gaan veranderen. Het begint allemaal met één enkele boorput in een klein dorpje, Kolham. Toen bleek inderdaad dat deze put toch wel van bijzondere belangrijke importantie zou kunnen zijn voor de Nederlandse economie, ongetwijfeld. En er waren vrienden die tegen me zeiden: joh, nou krijg je hier een petrochemische industrie in de buurt. En dat was in de tijd dat iedereen nog over petrochemische industrie durfde te spreken, zonder dat je direct zwarte gordijnen ging ophangen van milieu. Het was in de tijd nog dat wij, Indië was weg, hè. Dus we kregen daarin de plaats voor een hele nieuwe geldstromende bron. En zo is het eigenlijk begonnen. Aardgas kent niemand. Maar wat energie is, weet iedereen. Zeker na de tentoonstelling E55, waar alles te zien is wat met energie te maken heeft. Iedereen gloeit van trots. De jaren van schaarste zijn haast voorbij. En er ligt een glorieuze toekomst in het verschiet. Met geluk in overvloed en voor iedereen een auto. Vakbonden, wetenschap, overheden, industrie, iedereen was het met elkaar eens. Er was één koers, één richting. Daar komt nog iets anders bij. En dat is dat we na de oorlog voor het eerst het Amerikaans model in Europa hebben geïntroduceerd. En daarmee het vooruitgangsgeloof gebaseerd op consumeren, op consumptie. En dat model kenden we niet. En vanuit Amerika kregen we de boodschap dat zou ons de weg naar het paradijs brengen. Maar zover is het nog niet. In de meeste huizen is nog maar één kamer verwarmd. Wasmachines worden per dag gehuurd. Heet water komt uit een ketel. Het eten is eenvoudig en voorspelbaar. Maar de gezinnen zijn hecht en de mannen dienstbaar. Het enige waterpunt zit in de keuken. De mijnen werken nog en het gaat goed in de steenkool. Iedere kilo die de kompels naar boven weten te halen, verdwijnt in gretige centrales, fabrieken en kachels thuis. De productie blijft achter bij de vraag. En Amerikaanse leveranciers beginnen met het dumpen van miljoenen tonnen kool tegen afbraakprijzen. De laagjes worden dunner en dunner. Miserige adertjes van nog geen halve meter hoog worden liggend afgebouwd. Onmenselijk werk en niet efficiënt. De ondergrondse vakschool, de OVS, levert groepen stevige blozende knapen af voor het werk in de mijn. Ze leren het mijnwerkersvak en vooral discipline. Dan ontmoet hij de man waarmee je straks veel te maken krijgt. Die man heet bij de OVS Baas. Hij heeft de jongens buiten het leslokaal steeds onder zijn toezicht. Het credo van de OVS'er. Op mijn eer kan men vertrouwen. Ik wil trouw zijn aan God, ouders, leiders en land. Ik wil flink de hand uit de mouwen steken. Wat ik doe, doe ik goed.
Maar het wordt steeds duidelijker dat ze dat beter buiten de mijn kunnen gaan doen. Ik geloof het uiterste 10 jaar, dan is het toch gedaan met ons. Ik geloof wel dat altijd kolen nodig zijn de eerste 25 jaar, 30 jaar. 10 jaar, 15 jaar, langer geven ze het echt niet. Dubbele diensten, zondags doorwerken, het helpt allemaal niets. Er zijn te weinig kolen. De Limburgse mijnbouw is een verloren zaak. Maar geen nood. Aan de horizon verschijnt een nieuwe energiebron. Deze technologie heeft nog onlangs 250.000 slachtoffers veroorzaakt. Maar dat is even vergeten. Het atoom had om te beginnen gezorgd voor het einde van de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan zijn pas jaren later tot ons doorgedrongen. Dus dat atoom had in eerste plaats een magische betekenis als bevrijder. Tweede is, de Amerikanen hebben onmiddellijk na de oorlog het Atoms for Peace Program opgezet, gestimuleerd door Eisenhower. En dat was een propagandasysteem met duizenden filmpjes en brochures en in de bioscopen zelfs in Europa gedraaid, waarin werd verteld dat hier het geheim was voor een gevaarloze, vredige, paradijselijke toekomst. Ook Nederland helpt aan die toekomst mee. In Kjeller bij Oslo bouwen Nooren en Nederlanders samen de eerste Europese kernreactor. Het was natuurlijk de eerste reactor die werkte in 52. En dat heeft nog een aantal jaren geduurd voordat je dat ergens anders kon vinden. Dus dat was toch iets heel unieks. En Nederland en Noorwegen hadden toen echt een voorsprong onder de kleine landen. In 1955 barst het nucleaire circus echt los. Tijdens een conferentie in Genève geven de Verenigde Staten veel van hun atoomgeheime prijs. Nucleaire technologie voor iedereen. Alle regeringen die kregen het gevoel dat daar moesten ze iets aan gaan doen. Dus er werden overal atoomenergiecommissies werden benoemd, werden samengesteld, er werden reactoren besteld, researchcentra opgezet. En dat was zeker in een sfeer van euforie. Ja. Nou, ik geloof er heilig in. Ik geloof er heilig in de kernenergie. Qua dus veilige energiebron. Ik laat even buiten beschouwing dus het afvalprobleem. Maar de westerse reactoren die gekoeld worden met water, die zijn zo veilig dat je eigenlijk daar niks kan verwachten. Er zijn natuurlijk altijd mogelijkheden, zoals bij iedere techniek, dat er eens een keer wat gebeurt, maar die kansen zijn nul. Fred de Meulemeester bouwde enthousiast mee aan de tentoonstelling Het Atoom, die het publiek vertrouwd moest maken met het begrip energie. En vooral kernenergie. Dat was, dacht men toen, onze toekomst. De internationale tentoonstelling Het Atoom op Schiphol werd door prins Bernhard in aanwezigheid van de koningin en talrijke genodigden op originele wijze geopend. De prins bewoog een speciaal verwijderde staf waarin zich uranium bevond langs een Geigerteller. De uitgezonden straling veroorzaakte een signaal dat werd omgezet in lichtballen op een tableau waarop tenslotte een toepasselijke tekst opflitste. De erevoorzitter, dat was prins Bernhard. En in het erecomité, daar zat bijvoorbeeld minister-president Drees in, daar zat Luns in, daar zat Kals in. In het algemeen bestuur, daar zaten bijna iedere hoogleraar in Nederland wilde er iets mee te maken hebben. Want ze hadden allemaal, denk ik, vertrouwen in die energie. Captains of Industry waren aanwezig. Het was een pagina's vol met iedereen die erbij betrokken wilde zijn. In 1919 was in Amsterdam de ELTA geweest, de eerste luchtvaarttentoonstelling in Amsterdam. En die had inderdaad de inspiratie verschaft om datzelfde jaar nog de KLM op te richten. Dus het idee van de organisateur van Atoom was, nou, als we zoiets doen, dan komt in Nederland ook misschien de kernenergie van de grond. This exhibition, as you will see, is not an ordinary one, because this is one that tells a story. The story of the atom as far as we know it today. Dat was niet zo ver. Er is op Schiphol in 2 maanden een complete reactor gebouwd. Niemand heeft zoiets eerder bij de hand gehad. We hadden een ploeg en daar waren een stuk of 5, 6 man van die geen enkele ervaring hadden. Er was 1 man die
al eerder in Noorwegen gewerkt had, die uitgezocht was om naar Amerika te gaan, om daar een opleiding te krijgen bij de fabriek die de reactor zou leveren. En deze man die kreeg ook later de leiding van de hele ploeg op Schiphol. Het hart van de expositie is de kernreactor, die in aanwezigheid van de koningin en de prins door minister Kals officieel in werking werd gesteld. Daar zaten zulke voor die tijd complexe schakelingen in, dat bij het minste geringste ging dat veiligheidssysteem, dat ging in bedrijf en dan stopte de reactor. En dan moest je als leek, want we waren natuurlijk met z'n allen, hadden nauwelijks ervaring, moest je proberen die storing op te heffen. Met het indrukken van deze knop heb ik een, althans door mij niet meer te weerhouden, proces in werking gesteld dat deze atoomreactor in ongeveer 5 minuten op vol vermogen zal brengen. De mensen die dat organiseerden, al die atoomtentoonstellingen, daar hebben we er vele van gehad en die al die propagandafilms maken. Ik denk niet dat je dat moet zien als slechterikken, geen sprake van. Ze waren ofwel naïef, maar ze waren vooral kinderen van hun tijd. Dat wil zeggen, mensen die geloofden in eenvoudige vooruitgang met behulp van sociale contracten. Iedereen is tevreden, de vakbonden zijn niet in opstand, jongeren gehoorzamen, iedereen gaat naar de kerk. Industrie en techniek doen hun werk. En buiten hebben we een pastoraal landschap met koeien en weilanden en molens. Dat was een algemeen maatschappelijk wederopbouwmodel van na de oorlog en daar geloofde iedereen in. Deze druk op de knop, dit simpele gebaar, mogen voor ons land het symbolische begin vormen van de vreedzame toepassing van de atoomenergie. Het herinnert ons toch ook aan de enorme verantwoordelijkheid die de wereld van vandaag draagt, nu er ongekende machten in handen zijn gegeven. Ik kan me nog goed herinneren dat op de laatste keer dat de reactor bedreven werd voor de tentoonstelling, dat we met de hele bemanning die daar aanwezig was om de reactor in bedrijf te houden, de laatste keer zeiden, nou, als we de reactor willen stoppen, dan zullen we dat niet doen via de normale stopknop, schremknop noemden we dat, maar dat doen we anders. We gaan ze naast elkaar staan, we koppelen de schouders aan elkaar met z'n zessen en we tellen af 1, 2, 3, we springen omhoog en bij het neerkomen stopte de reactor en dat gebeurde ook werkelijk. Ja, ze kan je nu niet meer indenken. Het atoomtijdperk begint voor Nederland in 1939 in Leiden. Een tijd lang heeft ons land een voorsprong. En dat is te danken aan één man, professor Wander Johannes de Haas. De Haas was mijn directe chef. En kwam vaak met hem om over het werk op het laboratorium te praten en wat er verder gebeuren moest. En toen was hij in een telefoongesprek. Ik weet niet meer zeker of het met de eerste minister, met de premier was, of met een van de andere ministers, maar in ieder geval een van de leden van het kabinet in Den Haag. En die belde die op en die zei, ik heb nou net uit Parijs heel verrassende dingen gehoord en daar moet ik met u over spreken, want ik geloof dat dat zeer belangrijk wordt. De Haas was directeur van het fysisch lab van de Leidse Universiteit, het Kamerling Onnes Laboratorium. Hij had gelezen over een nieuw fenomeen, kernsplijting. De Haas had meteen begrepen dat dit een ontzettend belangrijke zaak was en dat is geresulteerd in de beroemde bestelling van een vrij grote hoeveelheid uraniumoxide. Zo stelt de Haas zijn voorraad veilig. Uranium is bij kernonderzoek onmisbaar. Men wilde niet de aandacht erop vestigen dat de Nederlandse regering een dergelijke aankoop deed. De toenmalige grootverbruikers van uran waren de glasfabrieken die het gebruikten om glas een mooie groene, wat fluoriserende kleur te geven. En toen hebben ze dus de Nederlandse glasfabrieken in Delft bereid gevonden om op hun naam dat te kopen. En dat heeft vermoedelijk inderdaad geen opzin gebaard, omdat in die tijd waren natuurlijk alle bedrijven waren bezig om grondstoffen te hamsteren in verwachting van het uitbreken van de oorlog. Zo wordt met de zegen van premier Gerbrandy in het diepste geheim nucleair materiaal naar het lab vervoerd. Ik weet nog dat op een gegeven ogenblik
Een vrachtauto aankwam rijden met een hoop kleine tonnetjes met waarin het uraniumoxide. En dat werd onder leiding van de Haas zelf, werd dat uitgepakt. En ik weet nog altijd dat hij dat werd in een kelder opgezet, opgestapeld. En dat hij zet dat daar maar eens neer en zet dat vaantje daar maar eens achter die pilaar en zet dat daar maar eens en zet het maar niet allemaal op elkaar, want dan ploft het. Nou, zo'n typische opmerking van de Haas, waarvan je niet weet of dat alleen maar een grapje was, of dat hij werkelijk dacht dat het zo eenvoudig zou zijn om daar een kernwapen uit te maken. Dat kan ik ook moeilijk aannemen dat dat zo is. Het opslaan van 20 ton uranium in zo'n lab is hoe dan ook geen gezond plan. De vaatjes worden overgebracht naar de kelder van de Technische Hogeschool in Delft. Er is niets meer van te ontdekken. We weten dat de kelder onder water heeft gestaan. De vaatjes zijn ingemetseld. Des te beter, want er wordt op gejaagd. Er is blijkbaar wel door Duitse autoriteiten komen kijken wat er allemaal lag. En toen heeft men gezegd, nou ja, dat is gele verfstof en zo ziet het er ook uit. Dus dat is kennelijk geaccepteerd. Zelfs met een Geiger-teller geen spoor. Na de oorlog schijnt ook de Haas zelf ze kwijt te zijn geweest. Na de oorlog, in de verwarringen die er toen heerste, denk ik dat de Haas is toen kennelijk ook gaan twijfelen of dat hele uraan niet vergeten zou zijn. Want hij heeft toen zelfs nog een brief geschreven aan prins Bernhard om hem daarvan op de hoogte te stellen dat uraan er was en dat er toch een nuttig werk mee kon worden gedaan. Ik heb tijdig voor de oorlog het ministerie op de hoogte gebracht en gewaarschuwd. Schrijft de Haas. De kelder is dichtgemetseld en het uraan moet er nog zijn. Mocht uw koninklijke hoogheid meer wensen te weten over het gebruik van uraan voor oorlogs- of vredesdoeleinden, zo ben ik te allen tijden ter beschikking van uw hoogheid. Uw dienstwillige W.J. de Haas. Het antwoord van de prins is niet te achterhalen. Hier staat het laatste vaatje van de 200 vaten yellow cake, zoals het genoemd wordt, die professor de Haas voor de oorlog, 1939, dus net voor het begin, heeft laten kopen omdat hij het gevoel had dat dat een belangrijk materiaal zou worden. Het is nu opgeslagen bij het Energieonderzoekscentrum Nederland in Petten en het wordt ook beschouwd als pleitstof. Waarvoor het dan ook gebruikt is natuurlijk. De regels zijn wat veranderd. Het wordt nu echt beschouwd als pleitstof en valt dus ook onder de controle van het internationale atoomagentschap in Wenen. Wordt ook jaarlijks eigenlijk dus administratief gecontroleerd. Moet eigenlijk verzegeld ook zijn. We hebben het er nu uitgehaald voor deze opname. En we willen het ook eigenlijk als historisch vaatje bewaren. Als je nu vraagt van wat voor straling komt er nog van dit vat af, heb ik hier een meter, op zich ook een oudere meter, maar hij geeft prima aan dat we ruimschoots onder de toelaatbare dosis zijn. De vaatjes worden pas echt belangrijk wanneer de Noren proberen een reactor te bouwen. Probleem, ze hebben geen uranium. Dus toen ze op een gegeven moment hoorden, terwijl ze die reactor aan het bouwen waren, dat er die Nederlanders uraan hadden, toen werden vrij gauw zaken gedaan. En werd een overeenkomst afgesloten die inhield dat men een gezamenlijk, rondom die reactor, een gezamenlijk researchcentrum-instituut zou opzetten. En dan die reactor gebruiken met dat Nederlands uraan. Het gaat goed in Kjeller. Gekroonde hoofden komen kijken. De onderzoekers vinden heel wat gegevens die in Amerika nog geheim zijn. Kort daarop geeft Amerika nog veel meer geheimen prijs. Ik denk dat die Nederlands-Noorse zaak daarbij heeft meegewerkt. In de eerste plaats alleen al het feit dat die twee landen, twee kleine landjes in staat waren om een kernreactor te bouwen zonder Amerikaanse hulp. Dat soort dingen moet nog hebben meegewerkt aan hun meningsomslag. En
Bovendien was nog maar de helft van het uraan gebruikt, want de andere helft is uiteindelijk is die opgestookt in de kerncentrale Dodewaard en die heeft dus nog in Nederland lampen doen branden. Dus het was inderdaad een heel goede aankoop. Het begrip atoom staat langzamerhand voor alles wat nieuw is, modern en avontuurlijk. Kinderen verslinden het. Omdat het inderdaad iets nieuws was met kennelijk enorme mogelijkheden. In de eerste plaats natuurlijk die militairen, maar men stelde zich toch ook voor dat het ook een onuitputtelijke energiebron was. De primair zou op een klontje een brandstofpilletje te grootte van een suikerklontje de aarde om kunnen varen. Dus het lag misschien toch wel een beetje voor de hand dat men dat die magische kracht ook in allerlei andere dingen dan ging veronderstellen. Zoals bijvoorbeeld hierin. Een tot in de jaren 60 gebruikte radiumbeker. Radium is radioactief. De deksel werd eraf gehaald. En een radiumbron werd zichtbaar in deze vorm. En er was uiteraard de drinkbeker die het geheel complementeert. Wat men deed was water in de drinkbeker. De bron 12 tot 24 uur in het water laten hangen. En daarna werd het water gedronken. En er waren ook nog andere radiumtherapieën trouwens, niet in deze vorm. Er was ook dieetbrood waar radium in zat. Er waren ook compressen of zwachtels met radium erin die je om je benen kon wikkelen. Ik kan vertellen, deze beker is dus gebruikt door een dame. In Noord-Holland hebben we uit laten zoeken en zijn 87 jaar geworden. Maar misschien was anders 110 geworden, dat weten we dus niet. Mensen waren geïnteresseerd, ze keken een beetje op tegen die atoomgeleerden, zoals ze toen meestal genoemd werden. En de media hadden een behoorlijk belangstelling, er werden regelmatig artikelen geschreven. En het contact met de media was ook erg makkelijk. Maar zo te zeggen, in die tijd aten de media wat op dit gebied een beetje uit je hand. Men was zeer geïnteresseerd en zeker niet kritisch. Het atoom is toen gepropageerd als het geheime wapen in het geheel. Maar er zit ook een schaduwkant aan. Het is naar mijn gevoel zeker dat dat hele Atoms for Peace program militair geïnspireerd is geweest. Het heeft als het ware de weg gebaand, het politieke maatschappelijke draagvlak verzorgd voor de Koude Oorlog, die ook op atoomwapens was gebaseerd. De nucleaire industrie had dat nodig om op die manier zich te kunnen uitbreiden en bovendien om de kosten van het hele programma te dragen. Die moesten uit het civiele, uit het burgerlijke, zogenaamde vreedzame programma komen. Maar zulke overwegingen zijn in die dagen nog lang niet aan de orde. Bij Petten in de kop van Noord-Holland verheft zich de stalen koepel waarin straks de eerste kernreactor van ons land zal werken. De kernreactor zal niet gebruikt worden voor het opwekken van elektrische energie, maar uitsluitend om er proeven mee te nemen. Dat is ook gebeurd. En het instituut had en heeft in het energieonderzoek een essentiële functie. Maar zelfs daar kon niemand rond 1960 vermoeden welke energie op ons lag te wachten. 3 kilometer onder de Groningse klei.
is 1959. In de buurt van het dorp Kolham verrijzen vreemde installaties in de weilanden. Er wordt geboord. Het boorpersoneel is ondergebracht bij families in de buurt. Eén ervan bij Piet Heikens. Hij zegt, nou zegt hij, vandaag gaat er gebeuren. Nou, wat gebeurt er nou dan weer? Ja, zegt hij, dat de vermoeden bestaat toch dat we er vannacht doorgaan. Ja, dat we nou dus vannacht gas aanboren. Dat ik kom morgen vroeg dus niet om, maar hij moest 4 uur. Dus hij zou om 10 uur thuis komen. Hij zegt, ik kom om 10 uur vast niet thuis. En ik kom morgen vroeg om 6 uur ook niet thuis. Daar reken maar dat ik 24 uur weg ben. We kwamen terug vanuit Italië. En nou, zo ongeveer bij Bareveld, dat moet Groningers dus wat zeggen, zagen we ineens een ontstellende rode hoed aan de hemel. Zo s'avonds om een uur of 8:30. En ik zei meteen, je kunt gewoon weg, niet eens een keer weg zijn of ze stichten weer branden ergens. En wij dachten meteen, omdat we dat wel eens meegemaakt hadden, ook in onze vorige woonplaats in Nieuwe-Pekela, waar dan alle strookartonfabrieken in de fik stonden. Ik zei, oh, dat is Beukema, die staat in de brand. En we kwamen wat dichter en ik traceerde de richting. Ik zei, er is geen sprake van, dat kan niet Beukema zijn. Welke moet het dan zijn? Dan moet het de kant meer van Hoge Zand of de kant van Sappemeer op zijn. En we kwamen zo ongeveer bij de parklaan waar we woonden. Ik zei, moet je nou toch eens even kijken, daar is met een vuurgloed vlak over de grens van Hoge Zand Sappemeer, over de Rijksweg, over het nieuwe Winschoterdiep. Ik zeg, net op het grondgebied van Slochteren. Als ik me niet vergis, is dat Kees Boon zijn land die in de fik stond. En toen bleek inderdaad dat er een geweldige grote fakkel stond af te blazen. En die een licht verspreidde, zodat wij een aantal dagen in onze slaapkamer even waren weg. Hoe en in onze kamer en nergens ook maar licht behoefde aan te steken. Dat was ontstellend interessant. 3 weken later verschijnt een piepklein artikeltje in het Vrije Volk. Het gaat over aardgas. Tot voor kort was aardgas bij de oliewinning alleen maar een vervelend bijproduct. In het boorrapport is het allemaal te lezen. De grafiek laat zien dat 3000 meter diep de druk opeens verandert. Het spuit eruit. De druk is 240 atmosfeer. En wat eruit komt is brandbaar gas. Slochteren 1 is een doorslaand succes. Hartelijke groet, Jaap Boering, boormeester. 35 jaar later komen Boering en zijn collega Borghuis nog eens kijken op de nu verlaten plek. Het was gewoon voor ons dus een routineklus. Wij brachten gas naar boven en dat was het doel. En niets anders. En dat dus het een groot veld zou worden, daar hadden we op dat moment absoluut geen enkele idee over. Nou, als we van hieruit even terugkijken en we kijken langs die bomen, dan liep daar de toegangsweg. En dan hadden we hier dus een locatie van zo'n 2500 vierkante meter. En op 8 mei 1959 was het, geloof ik, dat Economische Zaken kon worden bericht dat het werk ging beginnen. Nou, bekend werd via de kadastrale gegevens dat meneer Cornelis Pieter Boon uit de Van Heemskerkstraat hier in Hoge Zand eigenaar was van de gronden. We zijn met hem gaan praten. Hij keek er een beetje vreemd tegenaan. Had nog nooit eerder van NAM gehoord. En wat wilden die vreemde vogels eigenlijk? Olie uit de grond halen? Oké. Hij wilde dus in ieder geval nog eens een keer met anderen er ook over praten. Voordat hij dus ons verder in het gesprek wilde betrekken. Ik stond er eerst een beetje sceptisch tegenover. Ik dacht dat vlak bij onze schuur, zo'n gasboring en zo, met alle gevaren. Maar ach, er was een gouden sfeer van vertrouwen. Zijn eerste grote bezwaar was, ik heb hier nou net een prachtige, mooie, grote voorraadschuur neergezet en die zal dan zeker ook wel moeten verdwijnen. Nou, toen hebben we hem direct gerust kunnen stellen van dat dat nog direct niet aan de hand was, dat er wel een toegangsweg moest worden aangelegd, plus een locatie ter grootte van 5200 vierkante meter en dat hij daarvoor dus op een nette manier zou worden beloond. Wat alleen natuurlijk wel nieuw was voor dat moment, er was op een 100 meter afstand van de boring was een brandvlam geïnstalleerd van zo'n 10 meter hoogte. En daar waaierde ineens tijdens die ontsnappingen van aardgas via de brandvlam, waaierde daar een zeker 20 tot 30 meter hoge brandvlam boven.
die tot, zo wordt beweerd, door die stad Groningen nog zichtbaar was. Dat had als vervelend gevolg, in ieder geval direct voor de grondgebruikers van het rondom de brandvlam gesitueerde terrein, dat dan alles wat daar stond in feite helemaal veraste door die enorme hitte die gelijktijdig ook werd geproduceerd tijdens het fakkelen van het aardgas. Dit roept toch echt nog wel heel wat herinneringen op. En Slochter 1 is toch, het is toch wel de start van een immens gebeuren geworden. En waar wij als NAM nog altijd met ontzettend veel plezier op terugzien. Deze grond zegt voor mij nog heel wat. En door de gebeurtenissen hier, kan ik zeggen, ben ik een tevreden mens geworden, omdat wij hier het grootste gasveld van West-Europa gevonden hebben. En waarvan dan heel Nederland nu op het ogenblik nog opteert. Dus het is historisch grond, dat zeker. Wat brengt de toekomst voor het land rond Slochteren? Visioenen van een Koeweit op de klei? Als er gas zit, blijft het natuurlijk niet bij die ene boortoren. Zijn ze bang in Kolham of bezorgd? Nee, de mensen waren helemaal niet ongerust. Nee, vooral in die tijd niet. Kijk, het was al heel gauw dat men zei van, nou ja, dat kan nog wel eens een goede zaak zijn. Als ze hier beginnen, ook in verband met de weggelegenheid. Dus men keek er helemaal niet zo vreemd van op. Dat viel allemaal wel mee. Wat vindt u nou dat er hier zo'n enorme hoeveelheid aardgas onder de bodem zit? Ja, wat zou ik daarvan zeggen? Niet te veel van te zeggen. Ja, hebben jullie er veel last van gehad toen ze bezig waren om dat te opsporen? S'nachts wel, ja. Ja? S'nachts wel, voor alle kinderen. Als ze wakker werden, hè. Ja. Maar verder heb ik niet veel last van gehad. Ja. En u mevrouw, wat vond u ervan? Een tijd lang weet niemand hoe het verder zal gaan. De rust keert weer. Maar hoeveel gas is er? De NAM zwijgt. De overheid zwijgt ook. Maar de pers zwijgt niet. Er staat mij bij dat vooral van internationale zijde, met name een Belgische senator, meneer Leemans, dat hij een soort knuppel in het hoenderhok heeft gegooid en heeft gezegd van, er zit zo'n 300 miljard kubiek in de grond. En dat heeft de zaak toen, dacht ik, in een stroomversnelling gebracht. En toen begon door te druppelen dat er via de officiële kanalen ook naar het departement misschien wel 90 zou kunnen zitten, miljard kubieke meter per jaar voorraad. Of misschien wel 110. En toen kwam meneer Leemans en die zei, het kunnen wel 100 zijn of 200 miljard. En dan raak je de tel kwijt. Schuld van dat alles is die Belgische senator Victor Leemans, lid van de Energiecommissie van het Europees Parlement. Terwijl de NAM alleen bewezen voorraden rapporteert, provoceert Leemans er lustig op los. Punt is, hij had aldoor gelijk. 300 miljoen kubiek aardgas, dat is natuurlijk wel een aardig gegeven. Dus om het verhaal over de aardgasfonds af te ronden, zijn wij meteen met de cameraploeg naar Antwerpen gegaan om meneer Leemans te vragen hoe dat nou precies in elkaar zat en waar hij zijn gegevens vandaan had, hoe hij daarbij kwam. Omdat dat een vorm van openheid was die in Nederland niet vertoond was. Is het u mogelijk om mede te delen van welke Nederlandse zijde deze gegevens gekomen zijn? Ja, van van welke zijde precies, dat kan ik u niet meedelen, maar wel van bevoegde zijde. Meneer Leemans, dit cijfer van 300 miljard kubieke meter, is dat boven alle twijfel verheven? Ja, meneer Van Hoewijk, op die vraag zou ik u moeilijk bevestigend kunnen antwoorden. Maar aan de andere kant kan ik u toch meedelen? Hij draait overal omheen en ik heb hem ook gevraagd of hij misschien begreep waarom de Nederlandse regering en de Nederlandse bedrijfsleven zo geheimzinnig waren met de vondst. Wij waren op het departement natuurlijk een beetje perplex. Maar ik weet het niet. Het was onwaarschijnlijk op het eerste gezicht, omdat we in Nederland nooit zoiets hadden gevonden.
Maar het idee dat we echt dit soort gigantische Amerikaanse hoeveelheden in de grond zouden zitten, nou, dat hadden we nooit geleerd op school vroeger. Alles kon hier, maar echt een Delft-Stoffeland zouden we nooit worden. Ik geloof eigenlijk dat het zo was dat meneer Leemans met veronderstellingen van de NAM als zekerheden naar buiten kwam. En dat heeft natuurlijk enige commotie veroorzaakt. Voor NAM had het in ieder geval dit voordeel, dat men in bredere kring ging spreken over een enorm gasveld, wat de problematiek achter het verkrijgen van vergunningen en wat iets meer zei, voor NAM niet onaanzienlijk heeft vergemakkelijkt. Dus laten we zeggen dat we daar Victor Leemans nog altijd erg dankbaar voor zijn. Wat alles natuurlijk in de discussie ook zo vertroebelde, zo'n orde van grootte, die ontsnapt je. Het is zoiets als iemand die nooit meer dan 1000 gulden bij elkaar heeft gezien. Als je die zegt dat hij zich vergist tussen een ton en een miljoen, dan denkt je man, ja, paar nullen. En dat ontsnapt je. En dat had ik toen ook het gevoel, dat het zo gigantisch was. Het was wel mooi. Van Leemans schattingen zijn de bronnen nooit achterhaald. Maar ze hebben één effect. Ons uitgang is wereldnieuws. Ja, ik weet niet hoe hij aan zijn gegevens kwam. Maar het interessantste vind ik eigenlijk achteraf, de hele tijd heb ik het vergeten, maar ik rakel het nu op, dat toen het op gang begon te komen, werd hij ingehaald. En sindsdien heeft nooit iemand meer van hem gehoord. Hoeveel gas er ook zit, schatrijk zijn de Groningse boeren er niet van geworden. En dat komt door Napoleon. In zijn Mijnwet van 1810, die we in Nederland nog steeds in het Frans gebruiken, staat uitdrukkelijk dat grote bodemvondsten eigendom zijn van de staat. Dus niet van de eigenaar van de grond. Niet van Kees Boon. Was getekend Napoleon. De Mijnwet, die gaf namelijk het kader al aan. En dat kader was natuurlijk dat je het niet kunt beperken tot de omgeving van Slochteren, Zandsappermeer, of tot de omgeving van de provincie Groningen. Dat kan niet. Kijk, dat die helden dus hier niet bleven, dat was voor ons ook wel een klare zaak. Maar ja, de infrastructuur die werd dus verbeterd. En de gemeente die begon hier al dus landerijen aan te kopen voor in de toekomst voor woningbouw. Nou, dat was allemaal dus, we zeiden, nou ja, dat kan wel eens een goede zaak voor dit dorp zijn. Alhoewel die, die huizen nooit gebouwd zijn. Dus dat was wel weer een domper op de vreugde. Ik was verheugd, zo vlak bij de gemeente. En we hadden in onze vorige gemeente, en ook in mijn kamerwerk, had ik me altijd echt voor de industrialisatie, en zeker voor de industrialisatie van het noorden des lands ingespannen. Zodat ik dacht, jongens, een godsgeschenk. We leven in de Staten Nederlanden. Als we deel van een nog groter geheel zouden zijn, dan zouden we daarmee moeten delen. Als de provincie Groningen zich had willen afscheiden uit de provincie Friesland of het noorden des lands met of zonder geweld, hadden ze altijd aardgas kunnen. Dan had de hele bevolking kunnen rentenieren tot het eind van hun dagen. Hadden we geen belasting hoeven betalen, zou ik stellig naar Friesland verhuisd zijn. Maar dat is geen emotioneel een begrijpelijke klacht, maar het kan niet. Dat gezegd zijnde, zijn er wel een paar leuke dingen bedacht. Er is een aardgaspotje gemaakt waar aluminium delzeil op draait. Dus er is wel een paar kruimeltjes van de tafel gevallen. Maar je kunt niet zeggen, dat zit hier, want het kan net zo goed, kunnen die paar boeren die daar wonen, kunnen zeggen, het is allemaal van ons. Zo gaan die dingen niet. Per dag wordt gemiddeld 212 miljoen kubieke meter aardgas geleverd. Zomers minder, 's winters meer. De helft van de voorraad is op. De put Slochteren 1 krijgt 75 buren. Op al die locaties wordt het gas uit de grond gehaald, schoongemaakt en weer in de grond gestopt. Op weg naar ons.
Alleen al in de zomer van 1964 wordt 450 kilometer buis gelegd. Gelakte, geteerde, vertroetelde buizen. 50.000 stuks. Eén voor één duurder dan een Volkswagen. Technici uit 20 verschillende landen werken mee. In 4 ploegen trekken ze brede strepen door het landschap. Als ze klaar zijn, ligt daar een buis van bijna 1 meter doorsnee. En het leven herneemt zijn oude gang. En dan is het zover. Hoge Zandsappemeer krijgt Gronings gas. Burgemeester Boekhoven neemt het in ontvangst. Gesteld dat je dit niet gevonden had, dit stukje koopwaar, dan hadden wij op een veel lagere pit in Nederland ook in Europa geleefd. In 263 ligt de welvaart onder handbereik. En toch, het is onbekend, dat aardgas. En dus hier en daar onbemind. Nou, ik heb op het ogenblik, die ene pitje doet het helemaal niet. Ik vind het ontzettend slecht geworden zijn, hoor. Ik kan het niet helpen. Ik ben het er nou niet zo mee eens, hè. Ik heb gehoord over dat te felle branden. Het aardgas is waardeloos. Ja? Ja. Ik vind het een beetje griezelig. Niet te denken, oh god, als wij aardgas krijgen, dan springen straks misschien de leidingen. Ik hoop dat ik nu van dat gesjouw van kolen af zal zijn, ja. Dan wordt ook de straat nog opengebroken om naar de oude gasbuizen te kijken. Terecht, zo blijkt. Vaak zijn ze lek. En de druk van aardgas is hoger. Ze komen ieder apparaat afzonderlijk bekijken. De monteurs hebben 5 boeken bij zich waar elk apparaat in detail in beschreven staat. Compleet met ombouwinstructies. Zo zijn er, vaak aan huis, 5 miljoen apparaten omgebouwd. Dat is nodig, want aardgas is anders van samenstelling dan stadsgas. Wie nu een nieuw fornuis neemt, krijgt een enorme korting. En dus worden er bijna 2 miljoen nieuwe apparaten gekocht. In die jaren is Nederland één groot fornuizenkerkhof. Dat zouden we nu echt goed willen. Dus dat oliestookkacheltje achter, dat handhaaf ik. Dit is dus een rooster, mevrouw, dat krijgt u erbij. En die kachel krijgt u er dus ook bij. Dan kunt u de schroefjes op. Wat is dit? Dit is niks. Nee, maar dit is gewoon. Er worden miljoenen omgezet. Wat vloeken dus de andere, vloeken dus automatisch aan. Ja, dat weet ik. Ziet u? U hoeft het niet te gebruiken, hoor. Je kunt het dus gewoon dicht laten. U kunt het ook afvonden. U kunt het ook afvonden aan. U bent dus klaar met bakken, u doet hem dus op nul. Ja. Dan drukken en draaien, dan gaat hij op grill. Oh ja. Dan is dus alleen de grillering in werking. Ja. Op de oven, op de grill. Dus nooit allebei tegelijk. Wat een verschil met nog maar 10 jaar eerder. Er werd nog, hoe werd er gekookt? Met petroleum. He, er was een petroleumboer, die was hier nog. Een man die hier door de straten liep, hoor. Doordat je dus nu ook dat gas kon gebruiken voor je boilen, voor je douchen enzovoort. Tuurlijk is dat van grote en eminente betekenis geweest. Ook voor een stukje volksgezondheid. Hoe het verandert is nergens zo goed te zien als in de advertenties van damesbladen. In de jaren 50 is iedereen nog vol overgave in de weer met kachels, dekens en warme kleren. Het gevaar van afkoeling, leidend tot rampzalige kwalen, loert overal. Dat is normaal, tot er ineens wordt gepraat over centrale verwarming.
Ik geloof dat iedereen het zou willen. En ik denk dat het te duur ook is. Laten we nou eens zeggen, het kost een 3000 gulden ongeveer. Ja. Gelooft u dat u het krijgt zo? Nee, dan krijg ik het beslist niet. Nee. Echt niet. Ik ben ervan overtuigd dat in een hele korte periode, ik reken ergens tussen de 3 en 10 jaar, in de buurt van de 90% van het Nederlandse volkscentrale verwarming zal hebben in de een of andere vorm. Zo vlot gaat het niet, maar er verandert wel heel wat. In 1969 hebben de dikke dekens en de borstrokken plaatsgemaakt voor wufte negligés. De tijden zijn veranderd en vooral opgewarmd met aardgas. In diezelfde tijd valt voor de mijnen het doek. Aan de kompels zal het niet liggen. Tussen 58 en 64 stijgt de productie met 50%. Het beeld van mijnwerkers in de lift en in spoortreintjes op weg naar het kolenfront. Dit beeld is snel aan het veranderen. De deskundigen hebben zich verkeken. Hier, in de staatsmijn Emma, wordt nog hard gewerkt. Maar de nieuwbouw aan de Beatrix, waar men betrekkelijk kort geleden nog een goede toekomst zag, is definitief stopgezet. Het is afgelopen. In 65 kondigt minister Den Uyl de geleidelijke sluitingen aan. Binnenkort wordt er in Nederland geen kool meer gedolven. Limburg lijkt vergeten, de kerncentrales zijn er nog niet en van protestacties heeft niemand nog gehoord. We wenden ons dus definitief en overtuigd noordwaarts, want daar schuilt de redding. Daar zit het aardgas. Van daaruit gaat alles veranderen. Toen dat gas ontdekt werd, was de prijs voor een vat olie $3. En de gasprijs was en is afgeleid van de olieprijs. De prijs was heel laag, dus het was wel interessant, maar niet spectaculair. Wat gebeurt er in de tijd ongeveer van het eerste kabinet Den Uyl. Toen was van lieverlede die productiestroom op gang gekomen en de olieprijs fietste van $3 per barrel naar 35. En toen kwamen die gigantische gasinkomsten, waarover een hele discussie is ontstaan, hebben we die niet verkeerd besteed. Je kunt zelfs zeggen, en er zit een flink stuk waarheid in, dat we ons door die geweldige ontvangst hebben laten bedwelmen en dan met het probleem zitten, hoe kunnen we terug naar normaal, want dat raakt een keer op. Volgende week in Na de Oorlog. Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli, von Tina und Marina, die warten schon lang auf sie. Maar alles wat hier gebeurd is, Nederland, is in elke andere plaats in Nederland ook gebeurd. En dan kwam met, als de Italianen of de Spanjaarden kwamen, kwamen er altijd kleine botsingen voor, maar helemaal niet in die mate als de landelijke pers toen de tijd eigenlijk verkondigd is, ben ik van overtuigd. In september verschijnt het boek van